Goedemiddag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Pinksterweekend staat voor de deur en ik kan alvast zeggen, we krijgen een zeer afwisselend weer tijdens de Pinksterdagen. Sommige dagen zijn schitterend, andere dagen toch duidelijk wat minder aangenaam. Vanavond is het nog wel prima, temperaturen halverwege de avond zo rond de 16 graden. Tot zondag hebben we flinke zonnige perioden, alleen in de kustregio is meer bewolking. In die kustregio gaat vannacht al wat regen en motregen vallen, de rest van het land blijft het nog droog. Morgen trekt er dan een zwakke storing van noordwest naar zuidoost over het land. Die doet dat traag. In de regen is het 13 graden, maar er vallen geen grote hoeveelheden. Voor de regen uit wordt het in het zuiden eerst nog 18 en 19 graden. Later op de dag breekt de zon juist in het westen en noorden weer door. De wind neemt morgenmiddag toe naar 3 tot 5 per voor. Zondag is het na een koude dag schitterend weer met veel zon, 17 tot 20 graden. Tweede Pinksterdag moeten we rekening houden met veel lagere temperaturen en een enkel buitje. Ik wens u een goed weekend. Met Michiel Severin van weerplaatsen.nl.